wij hebben ons engageerd naar die mensen toe te gaan in deze moeilijke tijden. Dat was heavy. Want we hebben wel tijd gemaakt om alle vestigingen onze eigen te laten zien. Ook met de mensen afgevaardigden van de halen. Van die andere vestigingen. Dus alle regio's hebben mandaten. Met de nieuwe mandaten ook hebben we gewoon de woord gepakt en daad. We zijn iedereen gaan aanspreken en toch die mensen geruststellen dat ze op ons kunnen vertrouwen en in die 4 jaar wat we gedaan hebben, verder zullen blijven doen. Door naar de collega's te luisteren, heel goed te luisteren en ook de problemen bespreken voor ook in de toekomst, wat zou men kunnen doen naar de toekomst als men ons mandaat hebben. En dat was het verschil. Zou men zo ver kunnen komen en ja, het naar de 2 stelplaatsen gaan. Want wij zitten in Anderlecht, Herzelen. Dus wij moeten een beetje communiceren naar de 2. Dat was de belangrijkste zaak. Tijdens de corona was het moeilijk om de collega's dicht te kunnen benaderen. Dan hebben we dat online aangepakt. Dan hebben we een groep gemaakt via Facebook over onze collega's. Dat we die via het social media konden bereiken. Door allerlei flyers erop te zetten, uit te leggen hoe dat ze moesten kiezen, hoeveel mandaten dat we hadden, of dat ze lijststem of naamstemmen moesten doen. Zo, dat hebben we via dus de Facebook goed kunnen duidelijk kunnen maken. Deze campagne was een groot verschil bij 4 jaar geleden. Toen waren er slechts 3 kandidaten, waaronder mezelf. Hè? En ik had slechts 5 stemmen. Nu in 2020 hebben we een zeer enthousiaste groep die er wel dus echt wil voor gaan. En een totaal van 6 mensen die ik heb samengesprokkeld in die 4 jaar. Die 6 mensen worden ondersteund door mezelf en door de secretaris Birger Victor, als ook het BTB-team. De campagne was natuurlijk helemaal anders. De ACV was zeer agressief naar het laatste. Zij waren dan ook heel wat leden aan ons verloren. Het verschil is dat we de afgelopen 4 jaar ook continu de mensen optimale dienstverlening hebben bezorgd. Dus ik doe ook gesprekken met iedereen individueel. 1 uur, 2 uur, dat is geen enkel probleem. Wij schieten niet plots wakker op het einde van de legislatuur, de 4 jaar, van nu moeten we campagne beginnen voeren. Nee, de campagne is eigenlijk echt 4 jaar aan een stuk. Constante dienstverlening. Het was druk, vermoeiend ga ik zeggen, want het is de eerste keer dat ik opgekomen ben met mijn ploeg. Maar het was wel plezant, zodanig dat we ook de reacties van veel collega's mogen meemaken hebben. Dat we kunnen horen hebben eigenlijk waar dat specifiek de problemen waren. Maar het was een leuke periode, dat wel. De voorbije 4 jaar heb ik heel hard gewerkt voor de vakbond. Heb ik heel veel collega's benaderd. Door allerlei soorten vragen te stellen. Dus heel kort met de mensen contact te nemen waar de problemen lagen. En ja, dat was heel positief. Onze resultaten zijn fenomeen door samen te werken met iedereen, ook de nieuwkomers. Want ik probeer met iedereen samen te werken. Ik luister graag naar iedereen zijn mening. En daardoor halen we enorm goede resultaten. De reden daarvan is, samen zijn we sterker. Dat is van 2008 geleden. Dat wij een mandaat gekregen hebben, een zetel gekregen hebben voor het BTD. Dus nu hebben wij bijna ons 2 mandaten gekregen, maar wat een 2 stemmen te weinig. Dus we hebben toch 1 mandaat, maar daar kunnen we toch mee aan beginnen. En naar de toekomst gaan we naar de volgende mandaten. Wij hadden 3 mandaten. We hebben samengewerkt met de ACV. Maar wij staan heel goed sterk tussen de collega's op de werkvloer. Hebben we heel veel stemmen binnengehaald. En daardoor zijn we tot dit resultaat gekomen dat we in feite de verkiezingen sterk hebben gewonnen. We hebben een groep van de 10 personen, waarvan er toch 3 mensen bij zitten die de anciens, zogezegd, van vroeger. En dankzij deze mensen krijgen we ook ondersteuning. Die mensen helpen ons zo van
wegwijs te volgen van je moet daar op letten, je moet daar op letten. Ondertussen hebben we ook gezorgd voor jongere mensen, voor onze toekomst te garanderen eigenlijk. Ikzelf ben aanwezig nu in het comité. 1 effectief mandaat. ACV heeft er 3. Maar wij hadden er de vorige 4 jaar geen enkele. Dus dat is erop vooruit gegaan. Bij de OR heeft ACV 3 mandaten en wij 2. Je moet weten, de vorige 4 jaar geen enkele. 2 keer op maandelijks komt iedereen naar Limburgse. Zowel de ondernemingsstatenleden als comitéleden of comité-transportleden. Ze komen minimum 2 maal in Hoog Limburg. En dan gaan we daar meetings organiseren, comité bij comité, OR bij OR en transportmensen bij transport. En dan komen ze nog eens extra, alleen de effectieve, voor de agendapunten samen te bespreken. Ook de punten wat van vorige maand ook te bespreken, nieuwe agendapunten, zodanig dat iedereen mee kan volgen en iedereen zich kan voorbereiden op de toekomstige punten. Dat iedereen weet waarover het werk toch in onze firma dan gaat en zeilt dus. Op het ogenblik hebben wij 3 personen op onze lijst, wat er niet meer. Ik heb de persoon, mijn tweede man, die staat in Anderlecht, stelplaats Anderlecht. Ik ben verantwoordelijk voor stelplaats Scherzele. En met ons 2 kunnen we samen goed communiceren en goed overleggen. Dan heb ik nog mijn derde man, die nog vers ook helemaal vers is. Die zegt, ja, ik wil meehelpen, ik wil meedoen, maar een beetje op de achtergrond. Dus dat kwam mooi uit. En dan heb ik nog altijd een militant die 3 dagen te weinig had voor op de lijst te komen staan, maar die wel overal inspringt, ons helpt met vragen, problemen bekijken, zelf in andere stelplaatsen, wat dat ons baas Vernoot in is, dat men daar ook kunnen ergens die collega's gaan helpen. We hebben nu besloten om maandelijks 1 vergadering met heel de ploeg samen te komen, 1 maal per maand. Dat we samen als team alle punten bijeen kunnen nemen en, ja, en erover te praten en samen voor te zorgen van hoe dat we dat aan bod gaan brengen en hoe dat we dat op een goede manier kunnen oplossen op de werkvloer. Trefico is een groot bedrijf. Wij hebben verschillende soorten transporten. En 1 daarvan is heel belangrijk, dat is een tanktransport. En als vakbond, als voor het comité, willen wij er duidelijk op benadrukken dat de veiligheid heel belangrijk is. En op deze punten, qua veiligheid, gaan we zeker op hameren dat alles correct verloopt. Dat alles in orde is, want we werken met heel gevaarlijke producten. En onze collega's moeten toch wel goed beschermd zijn erop. Met dit team hebben wij een uitstekende band. Wij communiceren met elkaar via WhatsApp, Skype, Facebook, Skype iedere maand, 1 maal, soms 2 maal, naar gelang het nodig is. Samen willen we gaan voor een betere werksituatie, maar dan dacht ik uiteraard voor elke persoon. En nu, ik probeer ook met het hele team contact op te nemen telefonisch om te horen ook wat zij per probleem, wat hun insteek is. Ik ben echt tevreden. Daarom had ik die mensen ook vandaag de nieuwe sweater beloofd met een kleinigheidje erbij. Ik ben heel gelukkig. Zelf hebben we maar 1 mandaat, maar dat men toch met die 1 mandaat nu 4 jaar kunnen werken, zodanig dat men aan die problemen al kunnen verder helpen. En dat men niet zakken, maar ik ben heel gelukkig. Ik ben heel gelukkig dat ik verkozen ben door de collega's. En samen in groep met heel ons team gaan we de komende 4 jaar hard aan werken dat alles tip-top fijn verloopt op Trefico. Absoluut. In 2016 was ik niet vertegenwoordigd in het comité, als ook niet in de ondernemingsraad. Toch kan ik de afgelopen 4 jaar heb ik mensen kunnen overtuigen om over te stappen naar BTB. Ondertussen is er in het bedrijf Mowi 40% BTB-leden. Fantastische teamleden heb ik erbij gekregen. Super collega's, met elk van hen een persoonlijke talenten. Ik ben een gelukkig man.